Ik voelde mij toch wel enigszins gecorrigeerd. Want je denkt, nou ja, kijk, je kunt in Nederland armoeiers zijn. Dat begrijp ik ook best. En dat blijkt natuurlijk ook nu met die verhoogde brandstofkosten plotseling. Miljoenen mensen in de problemen raken omdat ze dat eigenlijk niet kunnen betalen. Dat vind ik ook al typisch in een van de rijkste EU-landen die er zijn. Maar we hebben dat kennelijk ook niet echt goed op orde. Kortom, misschien is het toch wel heel nuttig om ook nog eens weer eens goed te gaan kijken naar de onderkant van de verzorgingsstaat. Functioneert dat eigenlijk nog wel? Het Van Rossem, kunt u mij horen? ChatGPT, dat is de trend van de laatste tijd. Moeten we het vandaag even over hebben. Het is een artificial intelligence tool waarmee je in no time eigenlijk een hele realistische tekst kunt schrijven. De wereld staat op zijn kop, want iedereen vindt dit fantastisch. Al zijn er ook wel wat kritische geluiden. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Maarten. Want het is voor studenten misschien een uitkomst, maar ook voor jou als frequent schrijver misschien ook wel een hele handige tool. En het is weekend, dus ook leuk om even terug te blikken op de afleveringen van de afgelopen week. Veel besproken, dus mocht je tijd hebben, luister ze allemaal even terug. We hebben het gehad over de coup in Duitsland. Harry en Meghan hebben we gedaan. De wet van Faraday, de uitvinder die we deze week bespraken. Er staat ook een aflevering van in je podcast-app. En natuurlijk hadden we onze live podcast in Tivoli Vredenburg. 2 uur lang hebben we weer gepraat over Amerika en heel veel andere zaken. Ik ben steeds langer geworden eigenlijk. We zijn steeds langer geworden, ja. Ja, het is ook altijd, in het theater loopt het ook altijd helemaal uit de hand. Ja, nou ja, zolang mensen blijven zitten. Nou, je hebt altijd wel een paar mensen die de laatste bus moeten halen. Of die de oppas moeten gaan aflossen. Of weet ik het wel. Maar daar heb ik geen bezwaar tegen. Nee, dat weet ik. Dat heb je gezegd. Leren in de praktijk tijdens het werk. Ja. Ik heb geen idee wat dat is. Ligt dat in mijn auto? Ja. Een boeiende materie, toch? Alleen blijkt dat niet... Kijk eens, Tom die heeft dat geleerd. Dit is namelijk een... Wat staat er op de omslag? Leren in de praktijk tijdens het werk. Dus je denkt, zo, dat is een heel interessant onderwerp voor een boek. Maar wat blijkt? Het is een aantekenboekje waarin niets in staat. Nee. Tom heeft niets geleerd in de afgelopen jaren. Ik zeg, wat staat daaronder? Wat staat er voor logo op? Wat is dit voor werkgeversservicepunt Midden-Brabant? Ik zou niet weten waar ik dit gekregen heb. Heb jij dit niet meegenomen? Nee, absoluut niet. Oh. Ik leer niks tijdens het werk, moet ik je zeggen. Ik heb lang geleden dacht ik, weet je wat, ik hoef niks meer te leren. Maar eigenlijk valt dat in de praktijk toch wel tegen. Ik moest toch dat homopolaire motortje even bestuderen. Ja. Ik zou niet weten waar ik dit gekregen heb. Het zegt me echt helemaal niks, dit boekje. Werkgeversservicepunt Midden-Brabant, daar ben ik ook nooit geweest. Ik denk dat je het gewoon door moet geven aan... Ja. Ja, ik heb wel zo'n ontzettend leuke... En ken je die... Oh god, ik mag geen reclame maken. Ik hou niet van gelinieerd papier. Oh, en dan precies met die lijntjes. Vreselijk vind ik dat. Ja. En dan willen ze natuurlijk dat je recht schrijft. Ik heb van die ontzettend handige kleine zwarte aantekenboekjes, maar met ongelinieerd papier. Ja, mag ik zeggen hoe die dingen heet? Ja, niet dat u dat ook hoeft aan te schaffen of zo, helemaal niet. Moleskin heten die dingen. Zeg maar niks. Nee? Nee. Oh. Ik weet wel, vroeger op school, dan lag er zo'n schrijfkaart onder je papier. En dat drukte dan een beetje door en dan zag je de schrijfrichting met van die lijnen dan daarop. Zodat die letters allemaal op een blanco papier... Ik schrijf keurig. Mijn schrijfmotoriek, je weet dat gaat tenslotte als je heel oud wordt. Was bij mijn opa eigenlijk ook heel tragisch. Die kon ook keurig schrijven. Dus op die generatie had echt nog heel erg netjes leren schrijven. En met omhoog en omlaag en zo. En dan tenslotte dan desintegreert zo'n handschrift toch. Ja, mijn opa is 96 geworden, dus dat is ook weer niet uitzonderlijk. Maar dat is toch... dat heeft toch iets tragisch eigenlijk. En tegenwoordig schrijf je maar ik schrijf ontzettend veel. Met de pen? Ach man. Ja? Pagina's vol. Wat schrijf je op dan? Pagina's vol. Ik maak uittreksels. Dat kun je ook op je computer doen. Kijk, ik heb nu die Faraday heb ik nu uit het hoofd gedaan. Maar voor het geval ik alles vergeten zou zijn terwijl ik hier zat. Je weet het maar nooit. Heb je een uittrekseltje gemaakt? Kijk. Ja. En als je dat ga ik je even laten zien om te bewijzen dat ik dat gemaakt heb. Ja. Kijk. En dan heb je het opgeschreven en dan heb je het natuurlijk onthouden daardoor. Dan zit het in je hoofd. Precies, ja. Maar ik heb het toch voor alle zekerheid Heb je het, ja. En kijk. We hebben hier Michael Faraday. Ja. Kijk, keurig opgeschreven met een pen op blanco A4'tjes, ja. En je ziet hoe recht mijn regels nog zijn. Ja. Kijk. Ja. Ja, en ook nog zelfs dingen onderstreept inderdaad. Ja, dat nog. Ja. Oké, dus dit is een beetje hoe jij de voorbereiding doet. Ja. Oké. En dat geldt dus ook voor de tv-dingetjes. Nee, moet je dat dus niet voorlezen. Nee. Dat moet je vervolgens uit je hoofd opdissen. Ja. Waardoor je ook wel eens denkt, jezus, ik ben helemaal vergeten om die bekende anekdote van Faraday met die hamsters te vertellen. Ja, dit verzin ik nu even. Ja. Nee, je moet... zeker in zo'n geval als dit, dat je niet dit heb je niet echt paraat. Nee. Ik weet dat Faraday heeft bestaan, maar... Ja, die jaartallen van geboorte en dood, die wist ik natuurlijk niet. Nee. Uit mijn hoofd. En die dingetjes in de Maarten, want dat zijn ook hele lange stukken. Doe je dat ook op deze manier? Ja, het gaat allemaal op dezelfde, vrij bewerkelijke manier. Het is juist zo eigenaardig dat in enkele maal denk je... Jezus, ik heb totaal geen tijd. Ik heb wel zo'n beetje een idee wat er in dit boek staat. Dus huppakee, ik zet het even op papier. Dat wordt nooit wat. Ik moet dat stappenplan, dat moet ik uitvoeren. Dus ik lees het boek, ik zet streepjes onder wat er belangrijk is. Ik maak een keurig uittreksel. Dat laat ik vaak even liggen om het te laten bezinken. En dan gebruik ik het om tenslotte een stukje te schrijven. En hoe lang gaat dat? Vaak lees je natuurlijk meer dan één boek voor zo'n stukje. En dan maak je daarvan een soort amalgaam. En je voegt je eigen mening toe, nietwaar? Een scheutje jus, zal ik maar zeggen. En dat wordt het dan tenslotte. Zo'n stuk is toch een vrij bewerkelijke zaak. Ja. Ik heb al vaker uitgelegd, als u veel geld wil verdienen op een relatief korte termijn, ga niet schrijven, het kost een hoop tijd. Het is een heel andere vorm van werk dan praten. Praten, dat kan ik altijd, overal, op elk denkbaar moment, over vrijwel alle denkbare onderwerpen. Maar schrijven is een heel andere koek. Ja, dat blijkt wel. Heel gedisciplineerde activiteit in feite. Ja, gesteld dat je een beetje redelijke, heldere stukken wil schrijven. Ja. Wat heel veel mensen totaal niet kunnen. Ja, dus het is het ambacht is het eigenlijk, hè? Schrijven is echt een ambacht, ja. Dat je ook niet gaat denken, literatuur, groots. Dat moet je allemaal van je afzetten. Ja, behalve als je een literair talent hebt, en dat heb ik helemaal niet, dus... Ik kan helder proza schrijven, dat is eigenlijk alles wat ik kan. En dat is een hele ambachtelijke zaak. Ja, je hoort ook wel eens van mensen die een boek gaan schrijven, die sluiten zich dan ergens op een eiland, op de Schelling of zo. Nou, dan maar gelul. Ik bedoel, Sartre en Zacht zat gewoon te schrijven op aan een café-tafeltje. Terwijl er een enorme hoeveelheid kabaal om hem heen klonk. Dat hoor je toch wel eens van die mensen die dan een boek schrijven, dan gaan ze dan naar het huis... Zeker. Ja, of ze krijgen een reisbeurs, hè. Nee, dat is als je dacht dat je eigen bureau thuis niet kan, dan kun je het helemaal niet, is mijn theorie. Nee, en dan er zijn ook wel van die stukken geschreven over die lui die alsmaar reisbeurzen kregen, maar er kwam eigenlijk weinig significans uit. Nee, dan zeggen ze, we gaan ergens zitten en dan helemaal afgezonderd en dan gaan we dat boek schrijven. En dan, Dat moet slopend zijn, want ja, daar zit je dan de eerste dag op dat eiland, hè? En het wil niet lukken. Ja, dan zit je daar maar. En dan wordt het steeds erger en erger, want dat eiland geeft natuurlijk ook druk. Terwijl hier kun je nog zeggen, oké, ik ga eerst even boodschappen doen. Ja. Nee, schrijven is ambachtelijk. Je moet gewoon zeggen, nou ja, ik schrijf bijvoorbeeld nooit 's ochtends of 's middags. 's Ochtends slaap ik sowieso natuurlijk meestal. 's Middags lees ik meestal. En ik haak om 9:00 ga ik schrijven. En dan de hele avond? Nooit meer dan 1000 woorden. Oké, want dan ben je... Zodra ik op 1000 woorden zit, dan kan het zijn dat ik nog weet hoe ik door moet. Maak ik notities, wel korte notities hoe ik door moet. Maar ik ga niet, ik schrijf mezelf niet leeg. Oké, dat is bewust. Ja, ik heb dat, volgens mij heeft moeders dat nog eens uitgelegd hoe dat zat. Dat je moet stoppen met schrijven als je weet hoe je door moet. Omdat anders als je stopt op het moment dat je niet weet hoe je door moet, dan is het de volgende ochtend nog veel erger, dan weet je helemaal niet meer hoe je door moet. Nee, oké. En als je nog weet hoe je door moet, dan ben je ook gemotiveerd om weer door te gaan. Ja, want je kunt een paar kleine notities maken, dat je dit en dat en dat. En dat kun je ook gewoon op je scherm doen natuurlijk, want ja, tegenwoordig schrijf ik op het scherm. Ja. Leuk om te horen. Ja, het is een heel normaal productieproces natuurlijk. Ja, maar als je dat nooit doet, dan... Maar vroeger, ja, niet zo heel lang geleden nog... Ik ben eigenlijk veel meer tekst gaan produceren in de afgelopen 20 jaar. Schreef ik alles eerst keurig op een bloknootje, ongelineerd bloknootje. Laat luisteren ook heel nauw met het papier. Ik zal het juiste papier hebben, de juiste pen. En dan typte ik het helemaal over. Terwijl het zag er eigenlijk al foutloos uit. Maar ik typte het nog een keer over. Dat is wel... zeker in het begin dacht ik, als je meteen op het scherm je tekst maakt, dan moet je toch oppassen dat je niet allerlei woorden dubbel gaat gebruiken en zo. Soms maken teksten ook dat je denkt van ja, die man kan wel iets, maar het is een beetje sloddervosserij toch. Er zitten te veel woordherhalingen in en te veel echter aan het begin van de zin. Daar hou ik ook helemaal niet van. Voegwoorden aan het begin van de zin, dat kan wel eens een enkele maal gebruikt. Voordat je het weet, zul je hier ook nog weer een heel uur over vol natuurlijk. Ja, maar als je dan op papier iets schrijft en je maakt een foutje, dan moet je doorkrabbelen. Of ga je met types aan de haal? Dat doe ik niet graag. Nee, als het even kan, dan draai ik het zo dat het kan blijven staan. Als het papier eruit ziet, dus als je overal doorgehaald hebt en zo, dan dat zou ik niet prettig vinden. Nee. Dat tracht ik te vermijden. Maar dan moet je dus vooral wel goed nadenken, wat ga ik nu schrijven? Sowieso moet je altijd overal over nadenken, behalve over praten. Want daar hoef je vaak helemaal niet over na te denken. Je begint gewoon te praten en dan, nou ja, gaat het vanzelf verder eigenlijk. Ja. Okay. Als je althans mee laat slepen door je eigen associaties natuurlijk. Ja. Nou, misschien kan iemand die ook wel eens een boek heeft geschreven hier eens eventjes zijn of haar ervaringen aanzetten. Ik vermoed dat mensen heel, heel verschillende... Je ontwikkelt in de loop van je leven een specifieke routine waarbij je je gelukkig voelt. Mijn broer bijvoorbeeld, die werkt totaal anders. Dus ten eerste dronk hij volgens mij altijd een flink glas whisky voordat hij aan de slag ging. En mijn broer, ik schrijf, als ik 1000 woorden moet schrijven, gesteld dat het artikeltje 750 woorden is, dan schrijf ik 750 woorden. Ja, ik ga er niet 1200 schrijven. Maar ik begreep al dat mijn broer dan een enorme hoeveelheid tekst produceerde op zo'n avond. Hè, echt zo uit... En dat hij dan de volgende ochtend, niet waar, misschien had hij wel 2000 woorden geschreven. En dan had hij er dan 1250 woorden uit zou halen. Maar dat vind ik zonde van de tijd. Dan ben je dubbel werk aan het doen. Ja, maar iedereen moet dat, naar mijn idee, als je relatief veel moet schrijven, ontdek je zelf wel wat de beste procedure is voor jou. Ja. De mijne is vrij omslachtig. Ik weet wel dat ik studenten vroeg altijd, ja meneer, hoe moeten we dat dan leren? En dan zei ik altijd, nou dat is heel simpel. Je gaat dat boek, ga je lezen en dan zet je streepjes onder de verschillende woorden. Ja, natuurlijk niet als het een bibliotheekboek is, dan moet je dat even anders inrichten. Als het even kan, koop het zelf, moet je vast beginnen een leuk bibliotheekje op te bouwen. En dan laat je het een tijdje liggen, dan maak je een uittreksel. En dan moet je er vooral voor zorgen dat je dat uittreksel een paar keer losjes doorlezen, dus niet gaan stampen. Dat is het stomste wat je doen kunt. En dan ruim een dag voor het tentamen hou je ermee op. En dan hoef je er alleen nog maar een beetje over na te denken. En je zult zien. En dan, ik weet, ze keken je altijd aan en dat je zag ze denken, ja, wij zijn gek geworden. Een uittreksel maken, laat me niet lachen. Dat uittreksel, dat leen ik wel van Piet, Joop of Klaas. Die maakt altijd uittreksels. Zonde van mijn tijd, zeg. En dan, nee, ze vonden dat eigenlijk dan wel, met als gevolg dat je natuurlijk niet zulke beste cijfers haalt. Omdat je dat uittreksel niet zelf hebt gemaakt, dus precies, dat zit in je hoofd. Dat scheelt al enorm. Ja. Dus dan, je hebt ook niet gezien, je dat uittreksel niet zelf. Kijk, dat uittreksel, dat leert je vaak wat de structuur van het boek is. En dan is het boek gelezen, het is leuk of niet leuk, maar als je dat uittreksel maakt, dan zie je pas, aha. Sterker nog, vaak denk je, nou, die auteur die heeft gelijk goud in handen gehad, maar heeft er een zootje van gemaakt. Dit boek kan veel beter in elkaar gezet worden. Dat denk ik vaak, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje hubris, maar dat denk ik vaak, ja. Dus maar daar kom je pas achter als je dus een uittreksel hebt gemaakt. Ja. Want dat moet ook geordend worden. Ja. Uittreksels moet je dus niet bestellen op het internet of van de mensen lenen. Nee, dat is wel van een zo gruwelijke lamlendigheid. Dat betekent dus dat je, nou ja, dat was een bekend probleem bij ons. Die studenten zeiden ja, hadden dan een boek gevonden wat ze dan wel leuk vonden, maar het is zo dik. Meneer Van Rossem, kan dit boek niet voor twee nummers tellen op de lijst? En nee, niks telt voor twee nummers op de lijst. Met als gevolg dat we hadden een paar van die series, waarom hele dunne boekjes, van die problemboekjes. Die waren altijd allemaal uitgeleend. Want ja, hoe dunner, hoe beter wat betreft de studenten. Ja. Niet allemaal natuurlijk, niet de goede niet ten aangesproken. Heb je deze week niet in het nieuws gezien dat dat dus een artificial intelligence tooltje is? En dan kun je zeggen, schrijf wat over Einstein. En dan gaat die tool, die gaat dan automatisch een tekst produceren zonder dat je zelf maar iets hoeft te doen over Einstein. Ik ben ervan overtuigd dat als je een beetje een goede en kritische lezer bent, dat je erachter kunt komen dat dat niet veel zaak is wat dat tool oplevert. Maar nu zijn alle bedrijven fantastisch dat dat kan, is de toekomst. Er zit natuurlijk een aantal van die dingen in. Daar zit software in en die software zal in principe altijd ongeveer hetzelfde opleveren. Die zal niet op maandag denken, god, ik ga nu eens wat anders doen. Hè? Want dat kan hij helemaal niet, want hij heeft maar 1 of 2 algoritmes erin zitten. Dus dat zegt maar niks. Dat hele gelul over artificial intelligence, ja, daar waar dat al lang gebruikt wordt. Automatische piloot in een vliegtuig, dat is ook artificial intelligence. Dat ding verwerkt enorme hoeveelheden informatie en zorgt dat dat ding dus niet plotseling met de neus naar beneden gaat vliegen of weet ik veel wat. Bijvoorbeeld ook diagnoses stellen op basis van röntgenfoto's. Daar zijn algoritmes voor, dat werkt fantastisch. Maar dus dat het hele idee dat je in bed ligt en dat je tegen een robot naast je bed zegt, ga zet eens even een kop koffie voordat ik eruit kom, dat is allemaal onzin. Maar je kunt wel zeggen, je laat die tekst schrijven en dan ga je er zelf nog een beetje in corrigeren. Dan heb je in ieder geval de basis al staan. Ik zou er niet gelukkig mee zijn, dat weet ik wel. Ik geloof dat ik dan maar liever helemaal stopte. Oké. Oké, en we hadden nog... jij was ook nog op de school voor journalistiek geweest, hè? Daar hadden we ook nog wat vragen over gekregen. Ja, dat is waar. Daar ben ik geweest. Wat heb ik daar in godsnaam gedaan? Over Amerika ging dat. De midterms. Oh, de midterms. Oké. Nou ja, daar heb ik gezegd dat de midterms eigenlijk relatief goed waren afgelopen. Ja. En dat we er maar 1 conclusie uit konden trekken. Dat weliswaar een niet al te grote meerderheid, maar toch een meerderheid van de stemmers, ja, eigenlijk vrij plotseling een eind heeft gemaakt aan de Big Steal. Mm. Ja, Trump is er nu onlangs weer op teruggekomen met de fantastische uitspraak dat de hele constitutie die zou afgeschaft moeten worden, zodat hij de verkiezingen van 2020 alsnog zou hebben gewonnen. Ja, het is ook weer een man met grote komische talenten. Hoe komt het toch dat het steeds meer, naar mijn idee, in de wereld operette, poppenkast, ik weet niet precies hoe ik het noem. Het werkt vaak zo enorm op mijn lachspieren. Huh? Ja, en mijn woede bij sommige dingen. Zoals Meghan en Harry. Ja, dat is eigenlijk wel van een treurigheid, zeg. Jongen. Ja. Stelletje verwende kwezels. Beste Maarten, even een korte reactie op de podcast over de energietransitie en de zonnepanelen. Het was een leuke brainstorm over het gebruik van auto's als batterij en dat zal zeker werken op korte termijn, namelijk binnen 24 uur. Over een jaar genomen werkt het namelijk niets. Immers zonnepanelen die wekken in de herfst en de winter geen nauwelijks elektriciteit op, zegt Pieter Hoek. Ja, het is veel en veel minder natuurlijk dan in de zonnige maanden, maar het levert nog steeds een beperkte hoeveelheid energie op. Dan in de mooie reeks van uitvindingen vroeg ik mij als Deventenaar af of Maarten nog een stukje aan de boekdrukkunst wil wijden. Van Maarten is bekend dat hij op jonge leeftijd enkel een professionele carrière voor zich zag waarbij hij veel kon lezen. Tegenwoordig wil de jeugd vooral vlogger worden. Wat vindt Maarten van het feit dat, in tegenstelling tot wat de zogenaamde rages als boektok ons moeten doen geloven, statistisch blijkt dat laaggeletterdheid een steeds groter probleem wordt onder jongvolwassenen? Hoe krijgen we de jeugd weer aan het lezen? Wil Menno weten. Ja, hoe doen we dat? Ik heb geen flauw idee. Ze moeten dan maar lezen op de telefoon. Aangezien ze geen afscheid van de telefoon willen. Jij zit nu gewoon te lezen van de telefoon, dat kan. Ja, anders moet ik het uitprinten, dat is slecht voor het milieu. Ik vind het zelf belachelijk kleine lettertjes. Ja. Ik lees niet graag van de telefoon. Maar het kan, het is geen groot probleem. Je kunt met de leesbril kun je kun je heel behoorlijk lezen. Ik lees altijd digitaal, dus dat hoeft geen belemmering te zijn om... Die mensen die dan zo romantisch doen van ja, ik wil een boek in mijn hand hebben. Moet dan ruiken van het oude papier en zo. En dat vind ik al een beetje... Ik kan me best voorstellen dat het een boek leuk is. Maar voor mij hoeft dat niet. Tekst is tekst. Hè? Of dat nou op een scherm staat of op hoe dan ook. Op een rol wc-papier. Er zit ook altijd tekst op. In allerlei talen. Dat is kennelijk een internationaal product. Ik zou niet weten hoe die mensen... Kijk, laten we één ding niet vergeten. Het hele romantische idee dat er vroeger enorm veel gelezen werd... Toen mensen dus niet naar de televisie konden kijken, is een illusie. Zaten ze te klaverjassen of ze zaten te pitten achter de kachel. Maar het idee dat dus vroeger iedereen de hele dag Tolstoy en Proust zat te lezen, dat is gewoon flauwekul, eerste klas. Het lezen van serieuze literatuur of iets lastige boeken is natuurlijk altijd een betrekkelijk elitaire aangelegenheid geweest. Hoewel, je ziet, Faraday is een klassiek voorbeeld van iemand die nauwelijks scholing had genoten en die doorlezen, omdat hij bij een boekbinder was gaan werken, nietwaar, ontdekte dat hij natuurlijk een helder hoofd had en bovendien nogal een creatief helder hoofd. En zodoende een wereldberoemde uitvinder is geworden, terwijl hij, waarschijnlijk nauwelijks lagere school had, oorspronkelijk. Wij zijn natuurlijk geneigd om de betekenis van opleiding en mooie cijfers te overschatten. Einstein was ook bij mijn weten geen groot licht op de middelbare school. Dromerig, zat aan andere dingen te denken, daar gaan ze me door. Nee, het gaat meer om het creatieve brein natuurlijk, wat je hebben moet. En dan komt het er vanzelf wel uit. Ja, dat veel mensen dus last hebben van de facto analfabetisme. Dat is weinig. Mijn indruk is dat het niet zo wezenlijk veranderd is vergeleken met, weet ik het, 40, 50, 60 jaar geleden. Dat onze scholen zo ernstig tekortschieten, dat is, hè, dat wij op al die internationale lijsten zakken, ja. Dat zou wel serieus onderzocht moeten worden wat daar de diepere oorzaken van zijn. Ja, ik zeg altijd kringgesprek, maar dat is natuurlijk ook een beetje kinderachtig. En er moet meer aan de hand zijn. Dat liggen aan het niveau, het opleidingsniveau van de leerkrachten. Het moet allerlei oorzaken hebben, maar ik vind wel dat het wel een heel serieus probleem is, ja. Dat je op die lijsten steeds zakt. Ik moet trouwens nog iets zeggen over... Ik had laatst iets gezegd van... Als je in Nederland honger hebt, dan moet je zelf iets verkeerd hebben gedaan. En er werd bij een van die... reacties werd daar gezegd van, nou ja, die man die gaf les op een lagere school in een achterstandswijk in Rotterdam. Maar die zei, ja, daar komen massa's kinderen. Die komen 's ochtends naar school terwijl ze dus niks gegeten hebben. Ze honger hebben, maar in ieder geval hebben ze niet behoorlijk ontbeten. En ik moet zeggen, als er mensen in Nederland honger hebben in achterstandswijken, als dat in feite gerelateerd is aan een armoedeprobleem, nou ja, dan vind ik dat eigenlijk schandalig. Dan vind ik dat ook een tekortschieten van de Nederlandse overheid. En die zou daar dan toch op een... Dat betekent toch dat je verzorgingsstaat zodanig verrafeld is... Dat je in armoedegebieden kennelijk in Nederland honger kunt lijden. Ik moet zeggen, ik vind dat... Als dat werk zo is, dan vind ik dat schokkend. Die mensen kunnen toch naar de voedselbank? Nou ja, dat weet ik niet precies. Kunnen ze altijd onbeperkt, kan iedereen onbeperkt naar de voedselbank die... Als je in zo'n situatie zit, geen geld voor eten heeft? Denk ik wel, daar is de voedselbank toch voor? Nou ja, ik zou dat dan wel eens precies uitgezocht in. Is het zo dat in achterstandswijken in Nederland, ik vermoed dat dit Rotterdam geweest is, weet het niet meer, mensen, kinderen daadwerkelijk honger lijden, om wat voor reden dan ook hun ouders niet voor voldoende voedsel zorgen? Dat zou ik wel graag willen weten, ja. Ik voelde mij toch wel enigszins gecorrigeerd. Want je denkt, nou ja, kijk, je kunt in Nederland armoeiers zijn. Dat begrijp ik ook best. En dat blijkt natuurlijk ook nu met die verhoogde brandstofkosten plotseling. Miljoenen mensen in de problemen raken omdat ze dat eigenlijk niet kunnen betalen. Dat vind ik ook al typisch in een van de rijkste EU-landen die er zijn. Maar we hebben dat kennelijk ook... niet echt goed op orde. Kortom, het, misschien is het toch wel heel nuttig om ook nog eens weer eens goed te gaan kijken naar de onderkant van de verzorgingsstaat. Functioneert dat eigenlijk nog wel? Een andere vraag, beste Maarten. Naar aanleiding van de interessante podcast en het idee om iets over de VVD te gaan vertellen, is het misschien een idee om de geschiedenis van het liberalisme mee te nemen. Oh. Want wat is het liberalisme? Ja, dat kun je wel zeggen. Wat is het liberalisme? En het liberalisme is van alles en nog wat. Ja, en hij zegt ook van, heeft het niet zoals de grondlegger Locke beschreef in zijn proviso, een inherent sociaal element, zegt de Wessel Groenewegen. Ja, naar mijn idee heeft het een inherent sociaal element, dat wil zeggen. Ik heb altijd gezegd dat een liberalisme zonder een sociale dimensie is helemaal geen liberalisme. Net zo goed als een democratie zonder een sociale dimensie geen democratie is. Dat is zo klaar als een klontje, democratie en een serieus... Ik zie mezelf als liberaal, maar wel als sociaal bewuste liberaal. En niet als een typische VVD-liberaal. Die toch ook vindt, ja, die mensen, nou, allemaal luiwammers en zo. Wij werken zelf keihard. En de rest van de mensen spookt geen reet uit. Dat moet je... Nee, liberalisme zonder een sociale dimensie, daar heb ik helemaal niks mee. Maarten, het is wel heel makkelijk om altijd maar vakmensen in te huren. Wie moet dat betalen? Zegt Jan Koolmulder. Maar in welk verband wordt dit opgemerkt? Ik denk in het verband dat jij zei, als er een feestje is, dat jij een cateraar wil laten komen. En als er een verhuizer komt, dan moet maar een verhuizer de doos sjouwen. Ja, die is daarvoor opgeleid. En die weten precies hoe je dat doen moet. Je moet dat niet zeggen. Ja, laat me wel wezen, in mijn eerste... Ik weet niet hoe vaak ik niet verhuisd ben in mijn studententijd, eindeloos. Ja, dan laadde je alles in een bakfiets en dan reed je dus 17 straten verder en dan laadde je de boel weer uit. Maar als je natuurlijk een heel huis vol rommel moet verhuizen. Ik ben nog naar Mainz verhuisd, waar ik een jaar in een onderzoeksinstituut heb gewerkt. En wij konden alles wat we in deze wereld bezaten, konden in een Volkswagen busje. Dus dan voel je al wel, dat was niet veel wat wij bezaten. Heb je dan niet gewoon te veel rommel? Ja, ik heb veel te veel rommel. Ik schat toch dat wij wonen nu natuurlijk al ruim 40 jaar in dat huis. En dat accumuleert en dat accumuleert. We hebben tonnen rommel. Ja, het is maar wat je rommel doet. Maar waarom ruim je het niet op? Omdat je naarmate de ouderdom toeneemt, dat je geleidelijk aan begin je te denken, ik heb daar niet zo'n zin in, dat gaat wel heel erg veel moeite kosten. Ik heb er eigenlijk totaal geen last van die rommel, 0,0. Ja, dan ligt hier en daar rommel, maar het huis is zo groot dat je je nog normaal vrij kunt bewegen. Het is ook een soort moedeloosheid van de ouderdom, hè? Dat je denkt, ja... Heb je niet vroeger dat je bij je grootouders op bezoek kwam en dat je denkt, wat een troep hebben die hier liggen, dat kan allemaal zo weg. Ja, dat is het eigenlijk. Het is, Toen we hierin trokken was het één grote kale boel. Ja, maar denk je, heeft dat nou per se met het ouderdom te maken? Dat jongere mensen zullen dat toch ook wel hebben, dat ze geen zin hebben? Misschien dat ook dat ik in ieder geval iemand ben die veel te veel boeken heeft gekocht in de loop van zijn leven en... Die zou je natuurlijk in principe allemaal eens even georganiseerd weg moeten gooien. Maar dat gaat altijd bij mij op dezelfde manier. Ik ga zitten met zo'n stapeltje, dat kan wel weg. Ik laat het even door mijn hand lopen. En al na 4 boeken denk ik altijd... Hé, ik wist helemaal niet dat ik dat had. Wat een leuk boek. Ja, dat ga ik niet wegdoen. Dus al heel snel ontstaat er een stapeltje wat je niet weg wil doen. Kortom, ik ben geen opruimer. Ik ben een rotzooimaker. Net zo goed als mijn hoofd vol met rotzooi zit, ligt ook mijn studeerkamer vol met rotzooi. Maarten, ik heb nog iets over de uitvinders. Ik vind persoonlijk Albert Einstein een van de grootste uitvinders. En ik vind, ja, in zekere zin was hij dat ook, ja. Ja, ik vind het ongelooflijk interessant dat de satellieten voor GPS een ander tikkende klok bij zich dragen om de tijd te corrigeren, juist, in verband met de zwaartekracht. Ja. Ja, dus de relativiteitstheorie, waarvan natuurlijk initieel werd gezegd, wat heb je daar nou aan? Bekende stomzinnige vraag van mensen die niet in wetenschap geïnteresseerd zijn. En uiteindelijk bleek tal van zaken die wij nu tegenwoordig vanzelfsprekend gebruiken, niet gebruikt te kunnen worden als je geen rekening houdt met wat de relativiteitstheorie ons leert. Ja. En deze Thijs Boeren die zegt daarover van het is interessant dat ze dus die klok bij zich dragen om de tijd te corrigeren in verband met de zwaartekracht. Die geldt op die afstand ten opzichte van de aarde en daardoor ook de afbuiging van de tijd met zich meedraagt. Het leuke is dat de theorieën van Einstein niet zomaar theorieën zijn, maar ook daadwerkelijk na later bewezen experimenten helemaal kloppen. Mijn vraag aan jou is, begrijp je ook echt de zwaartekracht en het feit dat niet licht, maar tijd relatief is? Zo ja, zou je dan een keer kunnen uitleggen in je podcast hoe dat zit? Nou, op een eenvoudig niveau kan ik dat wel uitleggen. Maar natuurlijk met name de mathematische kant. En dat is een probleem wat zich natuurlijk steeds voordoet. Dat een groot deel van de moderne techniek, we hebben het al net even over die, Faraday kon van alles. Hoogst interessant en inventief. Maar de mathematische grondslag voor eigenlijk het elektromagnetisme, die heeft Maxwell gelegd. Daar was Faraday niet toe in staat, zal ik maar zeggen. Ja. En voor een groot deel van moderne natuurkundige inzichten, laten we niet vergeten dat de simpelste samenvatting van wat Einstein bedacht heeft is E=mc² in het kwadraat. Mm. Maar goed, het is wel een hele simpele zaak. Dus ja, je kunt het tot op vallen dat Einstein zelf eigenlijk werkte met heel schijnbaar simpele gedachte-experimenten. Dus daar kun je wel iets over zeggen. Maar de hele mathematische kant van de moderne natuurkunde, die is bij mij, daar moeten we echt een hele andere podcast aan maken. Oké. Maar Edison en Tesla. Dan heb je eigenlijk twee wiskundigen nodig. Ja. En Edison en Tesla, maar we kunnen ook nog wel iets over Einstein zeggen, toch in grote lijnen? Ja, zeker kunnen we iets over Einstein zeggen. Ja, ten meer omdat het ook wel een interessante man was natuurlijk. Ja. Nou ja, omdat hij natuurlijk eigenlijk de paradigmatische geleerde is geworden, wat eigenlijk een beetje onzin is. Ja, want je hebt bij geleerden, neem nou die transistor, die is door 3 natuurkundigen uitgevonden in die Bell Labs, waarvan er 1 later knettergek geworden is en 1 notabene nog een tweede Nobelprijs heeft gewonnen voor iets anders, wat ook vrij uitzonderlijk is. En 1, weet ik niet meer precies, maar dat waren 3 totaal verschillende personen. Ja. Trouwens, nog wel leuk over die live podcast. We hebben meteen ook de nieuwe datum bekendgemaakt wanneer de volgende live podcast is. Dat is uit mijn hoofd 28 februari. En ik hoorde van Tivoli Vredenburg dat er meteen al honderden kaartjes, volgens mij 400 kaartjes, al verkocht zijn voor die avond. Dus mocht je het leuk vinden om daarbij te zijn, het duurt nog eventjes. Maar koop een kaartje vooral via de link in de show notes. Ik vind 400 niet slecht. Als we op 500 eindigen is dat prima, toch? Ja, volgens mij was dit de stand wat die man mij zei aan de telefoon. Dus even kijken of we nog andere vragen hebben gekregen. Nee, volgens mij waren dat... er is nog 1 iemand die zegt, ja, deze week gaat het ministerie van VWS... gaan ze al dan niet zwart gelakt de interne communicatie over de mondkapjesdeal naar de Tweede Kamer sturen. Het contact tussen de bewindspersonen blijft daarin geheim, maar tussen de ambtenaren en de bewindspersonen wordt het wel openbaar gemaakt. En of jij daar nog een verwachting bij hebt bij dat openbaar maken van de communicatie? Nee, daar heb ik geen speciale verwachtingen bij. Mijn indruk is dat we vrij goed weten wat er gebeurd is. Dat de minister in strijd met de aanbevelingen van zijn medewerkers op dat idiote ding van Sievert is ingegaan. En dat dat gewoon niet in orde was. Punt uit. Hmm. En dan kun je nog zeggen, ja, het was een spannende tijd en mensen stonden onder druk en ik weet al niet wat, maar dat hier toch, laten we zeggen, politieke beïnvloeding op de grens van corruptie een rol heeft gespeeld, dat lijkt mij eigenlijk vrij evident. Ik heb nou toevallig dat boek niet gelezen van Follow the Money over Siewert, maar dat het niet kosher was, dat lijkt me duidelijk. Ja. En Rutte die zou ook tijdens die periode de sms'jes aan de Jong hebben verwijderd. Daar is nog ook veel over te doen. Dat blijft dus ook nog geheim voorlopig. Nou ja, goed. Dus die Siewert heeft gewoon de boel toch wel onder druk gezet. En die was toen stond hij op de lijst voor het CDA-kamerlidmaatschap, als ik het me goed herinner. Klopt, ja. Had hij meegeschreven aan het CDA-programma. Dus ja, dat dit niet in de haak was, lijkt me duidelijk. Hmm. Dat hij vrijwel bewust ook de media manipulatief heeft ingezet. Zo van, ga nog eens even bij, weet ik wat voor talkshow zitten. En zeggen hoe erg het allemaal maar niet is. En dat wij bereid zijn om reden al vrijwillig en belangeloos een mondkapjeszending te verzorgen. Oké, het was een rare tijd, maar het klopt het nu toch absoluut niet. Dus ze zullen wel weer flink lakken, allerlei goede reden hebben om dat te doen, maar deugen deed de deal niet. Nee. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Mocht je de podcast nog niet volgen, doe dat dan eventjes. Veel luisteraars doen dat nog niet, valt mij op. Maar het is wel de moeite waard, want dan krijg je vanzelf al dit moois in je podcast-app. Fijn weekend en tot de volgende keer. Tom heeft niets geleerd in de afgelopen jaren. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar: Don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? Elk bedrijf heeft vandaag de dag nog steeds te maken met Matthijs van Nieuwkerk praktijken. En daarover sprak ik met Barry van Ruiven. Hij was ooit de baas van Mediamarkt en hij vertelt over zijn tijd in de podcast C-Level. Ben je benieuwd? Luister dan via het linkje in de beschrijving.